staan hier mensen, want over 8 minuten gaat de zon onder. En aangezien het nu heel helder weer is, heb je dus kans dat de zon ondergaat vuurrood. En daarom laat ik nu alvast even de maan zien, want de zon is daar. Ja, ja. Oh, geweldig. En het waait heel erg hard. Daarom zal ik niet te veel zeggen, want dan kunnen jullie hoor je die wind en dan doe ik die wind wel eventjes een beetje weg poetsen. Nou, toch nog een streep zien jullie, hè? Eronder. Oh, wat jammer jongens, kijk nou eens, weer een wolkje eronder. Ook niet lief. Ik denk, krijgen we een vuurrode bal te zien. Oh, wat jammer. Oké, dag zon, tot morgen. Oké mensen, we gaan naar Kalami Beach. En het leuke is, we staan nu op Kanali Beach met een N. En we gaan naar Kamali Beach met een M. Kalami. En dat is, kijk, ik zal even laten zien, 69 kilometer hier vanaf. Okay. Ongeveer 52 minuten rijden. En, nou ja, Jacob gaat, dus wij gaan ook. En dat is de laatste camping die we gaan bezoeken in Griekenland. Want daarna nemen we de ferry. De laatste overnachting te plaatsen, want er staan natuurlijk ook vaak camperplaatsen. Ja, 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 dat is zo. Alles leeg. En we gaan, jongens. Dag paragliders, dank jullie wel voor de gezelligheid. Kijk jongens, een bruggetje. En een roundabout. Dat is een mooie, hè? Ja, deze is klaar. Ja, die is ook nog niet zo oud. Nee, zeker niet zo oud. Deze staat er wel op. Ja. Oh ja? Ja. Goed dat mijn oom even verbeterd, hè jongens. Kijk mensen, we zijn even gestopt daar. En we hadden dit was het laatste parkeerplekje die we zagen voor die bocht. Dus ik zeg tegen Jacob, rijden jullie maar door, we komen er straks achteraan. Want kijk eens. Wow, dat is mooi. En wat zei je nou waar het op leek? Een delta. Ja, een delta, ja. Prachtig, prachtig. Ja, ja, je kan hier staan. Oh, zo mooi. Even de iPhone pakken jongens, dan zien jullie het beter. Kijk eens. Nou, dat is toch wel even het stoppen waard, denk ik. Wow, kijk, die zit gewoon, die Ionische Zee, kijk, die komt daar gewoon zo naar binnen. En dan langs dat dorpje. Daarachter nog een hele mijn verderop. Die echte Ionische Zee. Ja. Drie, vier stapjes verder. Ja, ja, dat klopt. Ja, daar zo. Prachtig, prachtig. Kalami. Ja. Nou, we hebben toch even moeten gasje om bij ze te komen. Hé? Ja, maar je, nou, ik zal het me niet zeggen. Camping Kalami, jongens. Dat staat bekend onder de Nederlandse camperaars als de camping voor de pont. Ja. Ferry. Voor de ferry. De pont is wat anders. Die gaat over het Noordzeekanaal van Velzen Noord naar Velzen Zuid. Oh, geweldig. Ik denk, nou, we kunnen wel eventjes op de fiets naar dat havenkantoor om... Om die tickets op te halen, maar het is nog wel een beetje erg. Oh kijk, strandje, zie je dat? Entrance allowed only for overnight stay. 10 kilometers long.
het is nog 10 minuten met de auto voordat je bij die ferry bent hoor. Ja. Ben je van God en allemaal verlaten? Marion had toch gereserveerd? Ja, loop jij met hem mee? Nou, ik moet eerst even naar het toilet doen. Oh. Moet ik de hele tijd gaan. Nou, ga dan. Zal ik jij ready? Ja, inderdaad. Naar de zee. Oh ja, wacht maar, gewoon. Ja. We moeten even binnen parkeren hier om het hoekje. Met een half uur zijn de plaatsen vrij. Oh. Even stoppen, hè? Nee, nu! Ja, loop maar. Ja, dat is niet erg, dan kunnen we een bakje doen. Gezien, hè? We staan hier, kijk, wij staan hier waar die Italiaan stond en Jacob en Marion staan daar en kijk waar is Mago mee bezig. Wat heb je al gedaan in die tussentijd dat we wachten? Nou ja, netjes de was. Een wasmachine geconfiskeerd. Ja, daarom, heb je goed gedaan. Gelukkig. Was ja, die dat moet wel allemaal droog. Ja, hey, was die deken weg dat je net kwam? Die zat in de droger. Och, jezus. Nou, je voelde hoe nat die was, hè? Ja. Nou, dan gaan we zo meteen gaan we eventjes naar het strand op. En dan gaan we even zwemmen. We gaan eten, hoor. Kijk jij goed? Kijk hoe laat het is. We gaan eerst eten. Het is 12:30. Ja? Nou, dat is voor het eerst dat Mago zegt. We gaan eerst eten. Ja. Dit is dus de was. Hier hangt hij. Ja. Even zwemmen. Mago en ik gaan even samen, want Jacob zegt ik pas wel even op. Ja. Dus je weet het nooit. Nou, jongens, kijk eens. Nou, dat is een mooi strandje. Kijk, daar loopt er ook allemaal een trappetje daar. Waar? Ja. Oh ja. Ja. Het is echt een baai. Zeker voor de lokale. Oh, de boot is daar weg. Oh ja. Kijk, zonnepaneeltjes. Zo. Oh, hallo. Na 13 oktober, zwemmen. Ja. Dat gaat niet met de GoPro. Wat zeg je? Dat gaat niet met de GoPro. Je hebt je telefoon toch om? Nee. Wat is dat dan? Ja, mijn klokkie. Nou, dat bedoel ik. Daar kan je ook een foto mee maken. Nee. Nee. Ik heb toch geen telefoon bij de hand? Kom eens, hierheen. Dit 13 doen wij oktober, op 13 oktober. Zondag 13 oktober, hoe laat is het? Het is 2 uur. 2 uur 's middags. En dan zitten we aan een heel klein strandje. Kijk zo. En voordat we morgen de oversteek naar Italië maken. Ja, het is onze laatste dag in Griekenland. Nee, laatste nacht in Griekenland. Ja. Nou, is het mooi of is het mooi?
23 graden. 23 graden. 23 graden. Maar gisteren hadden we een hele wilde zee. Heb ik alleen maar 's morgens gezwommen. Ja. Meters hoge golven, hele sterke stroming. Was niet lekker. Dit is gewoon spiegelglad. We zitten hier in een baai. Ja. Dus maar gisteren zaten we toch ook in een baai? Nee, toen zaten we echt aan de Ionische Zee. Ja. En hoe heet dit dan? Ionische baai. Oh. Hallo mensen. Hier zit ik dan. En ik zit te wachten op een telefoonnummer die ik moest bellen. To reconfirm mijn reservation code. Nou. Jullie kunnen je wel voorstellen. 2 minuut 56. 2 minuut 57. Je vesten meenemen of zo. Ja. Voor de zekerheid. Staat hij aan? Ja. Ja, het scheet. Dat 7 uur als je aankomt is donker, nou, dan is het toch niet meer warm hoor. Nee. Ja. Al die bladeren weer langs de dringers. Ja. Nou jongens, we gaan op naar de ferry. We gaan eerst even tanken nog. En dan gaan we het zien even leuk. Gaan we zien hem even, ja. Oké. Nou, jullie gaan het ook zien. Hoop ik voor jullie.